Een speciale eenheid van de politie bewaakt het ontplofte drugslab in Herveld. Volgens een 112-correspondent ter plaatse is het team zwaar bewapend. De politie doet nog altijd onderzoek op het terrein aan de Merkelhorststraat. Het lab zat in een schuur bij een boerderij. Door de explosie raakte het bouwwerk zwaar beschadigd. Brokstukken kwamen in bomen terecht. Het drugslab is nog niet ontmanteld, meldt een woordvoerder van de politie. Inmiddels is er al wel een vrachtwagen van Seon gearriveerd. Dit bedrijf is onder meer gespecialiseerd in het opruimen van gevaarlijke stoffen. De Nijmeegse krakersgroep Jan 10 heeft in het centrum van Nijmegen opnieuw een pand gekraakt. Net als de vorige keer betreft het een pand aan de Broerstraat. Op Instagram meldt de groep, terwijl half Nederland dakloos, te duur, voor weinig of precair woont, staat het halve land leeg om de zakken van vastgoedmagnaten te vullen. De politie was dinsdagavond al even in het pand aanwezig. Ze stelden vast dat er geen sprake was van huisvrede, wat zou betekenen dat de krakers moeten verdwijnen. Maar de agenten vertrokken vervolgens weer zonder actie te ondernemen. De gemeente Heumen vervangt vanaf maandag 19 februari de glas- en textielcontainers op het Zuidplein in Malden. De containers op het Noordplein komen volgend jaar aan de beurt, als het plein opnieuw wordt ingericht als onderdeel van het project Vitaal Centrum Malden. De containers zijn aan het einde van hun levensduur en in slechte staat, aldus de gemeente, en moeten daarom vervangen worden. De werkzaamheden aan het Zuidplein gaan 5 werkdagen duren. De gemeente doet er naar eigen zeggen alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. In Nijmegen was dinsdag aan het begin van de avond een grote stroomstoring. Zo'n 1400 huishoudens zaten in het donker. Dat zegt een woordvoerder van de netbeheerder Liander. Niet veel later werd de storing al beperkt tot 400 huishoudens en later op de avond was deze geheel verholpen. Wat de oorzaak van de stroomstoring is, is niet bekend.